met je vrouw naar Kaapstad om een communicatiebureau te beginnen. Ja. Een paar jaar in het buitenland werken, daar dromen heel veel mensen van. Beviel het jullie? Vonden jullie het fijn? Ja, is te gek. Ja, Kaapstad is sowieso een fantastische stad. Waarom gingen jullie daarheen? Nou, wij wilden heel graag. Zij werkte bij Elle Magazine, ik ben Quote, zelfde uitgeverij. Mm-hmm. Tongen op een bedrijfsfeestje, het klassieke verhaal. Ach. En we wilden allebei graag een keer in het buitenland wonen en een eigen bedrijf hebben. En dat hebben we dan tegelijk gedaan. Maar wij spreken alleen maar Nederlands en Engels. En we wilden graag in een land wonen waar het lekker weer is. En dan blijven niet heel veel opties open. En ik kende Zuid-Afrika wel van vakanties. Familie woont in Johannesburg. Dus ik kende het wel een beetje. Zij was nog nooit geweest. 5 weken rondgereisd, kijken wat de kansen zijn. En uiteindelijk in het vliegtuig op weg terug naar Amsterdam gezegd, we gaan het doen. Ja. Het zijn we jaarlang bedrijfsplan schrijven, financiering rondkrijgen, banen opgezegd en met de hoop klanten op zak het vliegtuig ingestapt. Avontuur. Ja, zeker. Ja, na 4 jaar gingen jullie terug naar Nederland. Ja. Wat nam je mee uit Afrika? Nou, ik ben er wel aardig links van geworden. Maar dat is, als je bij Quote werkt, dan word je best wel rechts van. Ja, waarom is dat zo? Nou, je zit heel erg in de wereld van succes, van het ondernemen en van het geld. Maar waarom word je daar dan rechts van? Daar zou je toch ook links van kunnen worden? Nee, maar kijk, uiteindelijk sta je altijd aan de rand van zo'n wereldje. En je kijkt er naartoe, het is heel beschouwend. Maar ja, ik deed daar ook wel eens de autotest en zo. En dan, het is logisch dat je dan met een privéjet ergens wordt ingevlogen om een snelle auto te testen. En ga je dan, omdat je die dan mag testen, ga je dan sneller denken, wat, auto's zijn vet. En als mensen zeggen, er moet extra betaald worden op benzine, dan ben ik het daar niet mee eens. Bedoel je dat je op die manier dan daar rechts van wordt? Nou, een beetje. Maar bijvoorbeeld op Twitter of in een blad, dan ben je wel eerder geneigd om dingen ook te zeggen die de doelgroep zou waarderen. Mm-hmm. Dus ik trok me wat dat betreft wel een beetje aan wat de doelgroep van je verwacht. Ja. Dus je probeert ook wel een beetje dat je eigen te maken. In te kleuren, ja. En toen ging je naar Zuid-Afrika en toen werd je daar eigenlijk weer links ervan. Ja, maakt je links. Ja. Waarom? Nou ja, gebrek aan geld, gebrek aan snelle auto's, gebrek aan grote boten. Ja. Het is een hele andere situatie. En volgens mij, wij keerden onszelf echt super weinig geld uit als salaris elke maand. En dan nog zaten wij bij de bovenste 10%... grootverdieners, zeg maar, van het land. Dat betekent eigenlijk gewoon dat 90% van de mensen eigenlijk helemaal niks verdient. Ja. En je wordt wel heel vaak geconfronteerd met armoede. Weet je al, bedelaars op straat. Of als je van het vliegveld naar de stad rijdt. Gewoon al die townships. Dat is echt ontzettend treurig. En daar leer je wel van het plaatje van de andere kant te bekijken, zeg maar. Mm-hmm. En dat is denk ik wel heel leerzaam. Ik kan het iedereen aanraden om... Zouden alle redacteuren van Quote even naar Zuid-Afrika moeten gaan, naar Kaapstad, om te zien wat de andere kant van de medaille is? Ja, kijk wat voor linkspraatjes ze dan mee terugnemen naar de redactie. Nee, ja, kijk, voor iedereen, of je aan bij Quote werkt of bij een ander blad. Absoluut aanraden om in het buitenland te wonen. Ik heb ook even in het buitenland gestudeerd, in Helsinki. Maar Afrika is ontzettend fijn continent, zou ik zeggen. Maar ook confronterend dus. Ja, het is heel confronterend. Ja. Dus iemand die iets tegen je wil zeggen. Hey lieve Jo.